Midden in de nacht schoot Dolfje overeind in bed. Even wist hij niet waardoor hij wakker werd. Er gebeurde iets belangrijks, dat wist hij zeker. Iets in hem was veranderd, maar wat? Plotseling scheen een manenstraal door een kier in het gordijn, precies in zijn gezicht. Een zilveren lijn liep van Dolfjes voorhoofd over zijn neus naar zijn kin. Toen wist Dolfje het, hij was jarig. Dit was natuurlijk het teken dat hij op dit moment precies 7 jaar was. 7 jaar! Eindelijk, nu was hij bijna net zo oud als Timmy. Timmy was al 8. Maar als ik zo doorga, dacht Dolfje, dan haal ik hem wel een keer in. Gisteren was Timmy 2 jaar ouder, vandaag nog maar 1 jaar. Van opwinding kon hij niet langer in bed blijven. Hij pakte zijn brilletje van het nachtkastje en zette het op. Daarna gooide hij het dekbed naar achter en sprong uit bed. Tintelend van een nieuw gevoel liep Dolfje door de kamer.